Volta Belting maakt transportbanden. Met name voor de voedingsmiddelenindustrie. En die transportbanden zijn gemaakt uit een homogeen polyurethaan materiaal. Dat materiaal moeten we snijden, moeten we lassen, moeten we allerlei bewerkingen op laten plaatsvinden. Om daaruit uit een vlak materiaal, zoals wij het aangeleverd krijgen, om daar een transportband van te maken. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld dit. Deze blauwe basis is het vlakke bandmateriaal. Uit een gelijksoortig materiaal snijden we met behulp van de Kongsberg-machine dit bovenste deel. We noemen dat een meenemer. En wat dat doet is, als het als een band gaat stijgen, dan houdt hij het product tegen en de band draait en neemt dus het product mee. Wij zijn een producent van vol kunststof transportbanden die wij wereldwijd wegzetten. En hier vanuit Nederland maken wij de banden voor al onze distributeurs in alle landen op lengte, breedte. En voor een van deze dingen hebben wij ook gekozen om een Kongsberg machine aan te schaffen. Zodat we prachtig gaten kunnen maken. We kunnen onze meenemers er prima op snijden. En nog veel meer van dat soort toepassingen. De toepassing van onze banden als voorbeeld in de gesneden groentes en dat soort producten. Dan kunnen we bijna stellen dat zeker de drie grote spelers in Nederland voor een groot deel onze banden toepassen. Omdat voor hun de voordelen zijn goede reinigen, maar ook het snelle reinigen. Zodat ze heel snel kunnen omzetten van het ene product naar het andere. Dit is ook iets dat konden we vroeger eigenlijk niet zonder die machine. We zijn daar heel blij mee, want het vergroot onze mogelijkheden tot het leveren van goede oplossingen voor onze klanten. Een volgende oplossing van iets wat we vroeger eigenlijk niet konden, zijn trechters en andere vormen van het materiaal wat we normaal gesproken gebruiken voor banden. Dit doorzichtige materiaal is bandmateriaal. We hebben van onze klant de vraag gekregen, kunnen jullie misschien een trechter maken? Want dit materiaal is veel zachter dan het metaal wat normaal gesproken gebruikt wordt. We hebben dat eens geprobeerd en voilà, jullie machine geeft ons de keurige mogelijkheid om dit prachtig te snijden. Wij krijgen een tekening van onze klant. Dat is een uitslag, een tweedimensionaal beeld. Wij snijden dat op jullie machine. En dit zijn drie delen in feite. Dit is de kraag, de manchet en hier zit nog een klein snaartje. Die twee delen worden gesneden, worden vervolgens hier gelast, zodat het een nette kraag wordt. Hier hebben we ook nog een paar delen. We zetten dit op elkaar en onze klant heeft een prachtige trechter. Die met name als je bij diepvriesproducten iets door een trechter laat lopen, dat ratelt en dat doet en dat maakt een heleboel herrie. Dit is veel mooier, veel beter en kunnen we nu maken dankzij jullie Kongsbergmachine. Dit konden we vroeger niet. We hebben de machine in circa 2016 aangeschaft. Wat mij enorm verbaasde was de razendsnelle levertijd van ongeveer 6 weken dat we de machine hier hadden. Het kostte 1 dag om hem op te zetten. De mensen die hem opbouwden hadden helaas nog geen ervaring met ons product, maar dat hebben ze in de loop der jaren heel goed geleerd. En kunnen ons daar dan ook enorm goed mee helpen op het moment dat er problemen zijn. Het heeft ons heel veel voordelen gebracht, omdat deze machine toentertijd de enige was die wij konden vinden die in staat was om met ons materiaal om te gaan. En zoals ik het nu kan bekijken, denk ik dat wij hem in deze jaren al wel bijna terugverdiend zullen hebben door de enorm speciale dingen die we hebben kunnen doen en daardoor ons portfolio eigenlijk flink hebben kunnen uitbreiden. De reden dat wij een voor Kongsberg hebben gekozen is dat we diverse testen met ook de conculega's van deze firma gedaan hebben, maar waarbij wij toch steeds tegen problemen aanliepen dat ons materiaal door deze mensen zeer moeizaam te verwerken was en ook niet in de diktes die wij wilden verwerken en uiteindelijk kwamen we met Kongsberg in contact. Daar hebben we vele testen mee gedaan met zo'n positief resultaat voor ons dat daardoor de keuze op Kongsberg is gevallen. We hebben nu 2 mensen die eraan werken. Hij zit ook in een 2-ploegendienst en vaak laten we hem ook 's nachts doorlopen omdat we soms dermate dingen moeten doen erop wat zoveel tijd kost om in ons product de gaatjes of de sleufjes of wat dan ook erin te krijgen, dat we hem gewoon 's nachts laten lopen. We kunnen de machine, als we kijken naar dit voorbeeld bijvoorbeeld,
We kunnen hem 's avonds aanzetten. Hij kan 's nachts lekker doordraaien. Want dit kost nog wel een beetje tijd. Laten we eerlijk zijn, niet alles is alleen maar positief. Het kost heel veel tijd. Maar we kunnen hem 's avonds aanzetten. En we gaan naar huis. De volgende ochtend komen we terug. En is de band klaar. Ja, Volta heeft een prachtig product. Een heel veilig product, goed voor de voedingsmiddelenindustrie. En ja, weet je, met die Kongsbergmachine komen er alleen maar meer mogelijkheden. Dus dat maakt het allemaal nog veel makkelijker en leuker.